Dordrecht beleeft vandaag zijn tweede Dordtse culturele nacht. Het wordt groots uitgepakt en ja, wat het gaat brengen, dat gaan wij vandaag ontdekken. En we gaan een rondje maken langs alle culturele instellingen die meedoen vandaag. En we beginnen bij het Dordtse, of het Nationaal Onderwijsmuseum. We gaan hier tegenaan kijken. Ga mee. Wat gaat er nu gebeuren? We gaan deze... Mensen hebben zojuist genoten van ons cultuurmenu deze avond. En we gaan nu het museum in. En dan krijgen we even een korte rondleiding. En daarna gaan de voetjes van de vloer. En dan gaan we lekker dansen. En wat gaan ze laten zien eigenlijk? Dat loop rustig even mee. Dan gaan we gewoon even kijken. Ja? Nederland was, of de Republiek, de Verenigde Nederlanden, was wel een staat waarin het onderwijs hoog in het vaandel stond. Of pas in de 19e eeuw werd verplicht onderwijs ingevoerd. En dan zie je ook allemaal onderwijsgebouwen ontstaan. En allerlei verschillende vormen van onderwijsgebouwen. Nog andere verhalen bij deze plaat? Ja, bij deze plaat niet. Maar ik kan me wel herinneren de Vikingen bij Doringstad. Ja. En Karel de Vijfde die gekroond werd. En dat soort platen. Die, ja, daar werden we gewoon mee vermaakt eigenlijk. Ja, het is inderdaad net wat verhalen bij verteld, ja, en wat je dan bijblijft. Maar voor veel mensen is deze plaat toch heel erg tekenend. Omdat er zoveel op te zien is. Ja, deze rondleiding gaat nog wel even door. Want ze laten natuurlijk alle oude dingen zien uit de oude doos. Waar wij ooit de oude Dordtenaren zeker nog wel mee te maken hebben gehad. En net zoals hier het grote klasbord met Aap, Noot, Mies, Wim. Hier gaan ze nog even door. Maar wij gaan vervolgens, terwijl ze hier een schoolfeest aan het vieren zijn, gaan wij door naar de Dordtse Dor. Ja, en hier staan we nou bij het lelijkste gebouw van Dordt en bij het bekende gat van het Belastingkantoor. Je ziet het wel, die ronde dingen, lelijk van beton. Maar binnen, daar zit Dor. En bij Dor, daar bruist het. Zullen we naar hem toe gaan? Mascha Otterheim, ja. Wat is het hier, een gezellige boel. Ja, zeker ja. We zijn echt zo blij en zo trots dat het allemaal is gelukt om te verhuizen. En ja, dat het gewoon weer helemaal levendig is. Hé, hey, we staan hier in een lift, maar ja, doet hij het ook? Ja, hij doet het hoor. Ja? Wat gebeurt hier allemaal, Mascha? Nou, er zitten heel veel ateliers in het pand. Dus eerst hadden we 12 kunstenaars en nu 50. En die kan je straks zien. Op de eerste en tweede verdieping zijn allemaal ateliers open. Hier zijn allerlei optredens. Vier heeft het gesponsord. En er komen straks bandjes van buitengewoon. Ja? En hier is onze nieuwe bar. En dan daar achterin is dadelijk een veiling. God. En de veiling is ook nog zo dat het zeg maar allemaal kunstwerken van de mensen uit de ateliers zijn. En alle opbrengst gaat dan naar de verbouwing, ja, voor Dor. God, het is onherkenbaar als belastingkantoor, hey, hè? Kijk, dus hier, ja, je ziet het bijna niet. Dus dit is onze nieuwe huiskamer. En nu vanavond is het de veiling. Dus hier wordt straks de veiling gehouden? Ja, hier wordt straks de veiling En wat gehouden. Wordt er dan geveild? Allemaal kunstwerken van de mensen die in de ateliers zitten. Dus die hebben allemaal 1 of 2 werken gedoneerd. Ja. En de opbrengst gaat naar de verbouwing van Dor. En hoe ver is het eigenlijk met die verbouwing van Dor? Want jullie zaten eerst in een prachtig oud pand. Ja. En nu kom je in een oud belastingkantoor. Ja, maar het is zo leuk, want wij hadden het niet verwacht. Maar het trekt echt heel veel mensen aan. Dus in het oude pand konden we 12 makers-kunstenaars aan. En hier is veel meer ruimte. En je merkt gewoon dat er enorm veel behoefte aan is. En het trekt echt aan. We hebben er nu al 50. Esther de Beun, je gaat wat voordragen. Ja Ben, ik ga in wat de voordragen. Trein. Hemeltranen, God, nieuwe bundel. De NS doet ook dat soort dingen, hè? Ja, nou wij doen dat ook. In Dordrecht, ja, kan dat ook, zonder Intercity. En daar hebben we gewoon de Dordt Express voor. We hebben de Dordt Express. Ik zie je overal. Zoveel om mij heen heeft iets van jou. Ik schrijf met je pen, kijk door je bril, lees je boeken en sla je sjaal omheen. Onverwachts kom ik je tegen. Iemand draagt je vest, doet je schoenen aan, drink thee uit je beker. Ik hoor je uitspraken, je flauwe grapjes. Ouderlijk advies als ik de deur uit ga. Zolang dit elke dag in mijn leven is, ben je niet ver weg. Dan geef ik het woord aan de volgende. Oh, super. En je naam is? Mijn naam is Ronald Aalte. Ik schrijf ook onder de naam Modern Monk. Is zij een verschijning, een vertoning, een ver gezicht?
Een bericht om te zeggen dat ik ben gezwicht. Licht aangeschoten door de geur die je draagt. Verf dronken in je ogen. Waar ik omhelst word door je ziel. En het mij in het warme water legt. Met dezelfde fonkel en schittering. Die mij aan mij ontsnapt. Als ik je zie. Bewegend tussen de golven die gestreeld worden door de zon. Waar is het dat mijn hart begon te bonken. En mijn hoofd van op hol slaat. En mijn lijf gewillig wil volgen. Kijk ik nu in de spiegel. Of zie ik jou aankomen lopen? Ik kan alleen maar hopen dat je bij mij vindt wat je wel wilt, maar niet weet dat je het zoekt. De contouren waarmee je mijn vuren aansteekt, raak ik verbleekt, het breekt mij. Dat ik je nog niet ben tegengekomen, dat ik alleen nog van je kan dromen. Je blijft een fantasie en ik weet niet of je wel bestaat. Dit is het aquaduct, een tijdelijk monument wat hier neer is gezet. En dat doet een beetje denken aan de bedriegertjes, je loopt er langs. En dan denk ik van, het kan wel, maar voor het weet heb je een voltreffer. En ik ben ook geraakt, zoals je het ziet. Ondanks dat die mevrouw mij beschermde. Maar we staan hier ook tegelijkertijd bij Kunstmin. En bij Kunstmin is ook van alles binnen aan de hand. Ja, nu moet ik even stoppen hoor, want... Het is eigenlijk wel een heel mooi monument. Dat zouden we eigenlijk hier ook niet tijdelijk, maar vast moeten hebben. We gaan naar binnen toe. Kunstmin leeft, zoals dat heet. En wij gaan gewoon proberen veilig hier langs te komen. Zullen we samen reunen? Okay. Kom jij aan deze kant lopen? 1, 2, ja! Ja! Waren we zojuist in Kunstmin, met een grote K, en daar wordt ook uitgepakt met allerlei voorstellingen. Zijn we doorgelopen naar de Museumstraat en dan zijn we hier in het Dordrecht Museum. En ja, het is hier al bij de oprijroute, zal ik maar zo netjes zeggen, barst het al van de mensen. Er zitten op bankjes, er wordt hier creatief gecreabeaat, zoals we dat noemen. En iedereen is op zijn manier bezig. Maar dan gaan we ook nog even kijken wat er binnen allemaal gebeurt. Want daar is ook van alles aan de hand. Wat gebeurt hier eigenlijk? We zijn een gedicht aan het schrijven over dat schilderij van die drie broers die aan het schilderen zijn eigenlijk. En u heeft ook een gedicht gemaakt? Ja, maar het is een beetje kort geworden, want we zaten een beetje in tijd. Kom even met me mee, dan gaan we even voor de camera voorlezen. Dan heb ik gelijk een televisiedebiet als dichter. Okay. Vertel even. Nou, ons idee was eigenlijk bij het schilderij dat de broers een beetje verveeld zijn over dat hun broer de hele tijd aan het schilderen is. Ja. Dus wij hadden eigenlijk een gedachte van één broer verwoord. En dat is, broer, maak een einde aan dat geklieden, voor dit werk is toch geen bieden. Ik krijg een beetje Sinterklaas gevoel. Ja. Klopt dat? Nou, wellicht, ja. 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 Nou, zonder rijmwoorden.nl. Dus, Nou, heel puur natuur en authentiek. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou hem zeker inlijsten. Nou, wie weet. Ja. Maak een foto van dat schilderij en lijst hem erbij. Ja. Nou. Het rijmt trouwens ook. Ja, inderdaad. Het is aanstekelijk, hè? Ja. U gaat de cultuurnacht tot het einde toe volmaken? Nou, dat weet ik nog niet, maar het is wel een succes. Het is vele malen drukker dan de vorige editie. Dus het staat aan. Hartstikke mooi.
Ook al in een treintje gezeten, of nee, niet? Nee, nog niet. Nee. Nee, dan kun je de dichters ook horen van Dordrecht. Oké. Okay. Dus, nou, misschien komt dat er ook nog van. Ons toeristentreintje. Ons toeristentreintje, ja. Die zag ik vanmiddag ook al helemaal vol door de stad rijden. Dus ook die doen het goed. Die doen het goed. En wat ik ook kan aanbevelen, als je naar Kunstmeer gaat, dan heb je zo'n heel leuk beeld. Dat heet Aquaduct. En dan moet je wel een poging wagen om steeds voorbij die eenden te komen. Oké, okay, nee, we gaan zeker nog even langs Kunstmeer met het energiehuis. Goed. Veel plezier. Jullie ook. Nou. Het was toch even daar wat in Kunstmeer. Trap op van dat podium af. Die jongens, als ze boven waren, een soort apenrots eigenlijk. En als de ene aap boven stond, dan werd hij naar beneden gesleept. En dat een hele avond. Ik denk, als ik dat ga doen, nou, dan kan ik wel echt naar de fysiotherapeut toe. Want dat houdt mijn lijf niet vol. Dus, maar ondertussen zijn we aangekomen bij het Energiehuis. En het Energiehuis heeft ook een heel vol programma. En wat het is, dat gaan we nu bekijken. Maar het schijnt hier van alles te zijn. Dichters, trommelaars, bands. U hoort het eigenlijk op de achtergrond. Laten we gaan kijken. Kom. She's been down when she talks. She leaves no trail wherever she walks. She's all that I can see. She is all you pretend her to be. And she makes you understand. She's a girl and you're a man. She makes you wonder why you're living in a lie, on a horse or in a car. In het Energiehuis bruist het ook. Net zijn we bij muziek bezig kijken en zien we dus dat de bibliotheek AZ verhuisd is. Ja. Jacqueline de Heer. Ja, wij zijn natuurlijk aan het verbouwen in de bieb, dus we dachten we gaan trekken even hierin tijdelijk. Ja. En ook ja, omdat hier gewoon heel veel aanloop is, is het gewoon een goede plek om te zitten. Ja. Dus om de route niet al te uitgebreid te maken voor de mensen. Maar wat gebeurt hier allemaal? Nou, namens de bieb hebben we hier schrijfcoupé. Dat hebben we elke maand in de bibliotheek. En nu hebben we dus een mini-versie. Waarbij mensen even aan een korte schrijfworkshop mee kunnen doen. Ja. We hebben ook schrijven van versjes op verzoek. Dus als je een gedicht aan iemand wil geven of zelf iets voor jezelf wil laten maken, kan je op de gang kan je iemand een mooi gedicht laten schrijven. Zelf het thema inbrengen. En in Brandstof hebben we straks cursisten die bij ons mee hebben gedaan aan Next Generation Speaks. Ook een schrijfworkshop, die gaan daar ook optreden. We staan hier in een hoekje in het Energiehuis en er staat versje op verzoek. Ja, versje. Wat betekent dat eigenlijk? Dat is eigenlijk dat jij mij een aantal woorden geeft. Ja. En dan schrijf ik daar in een paar minuten een gedichtje over. Nou, dan heb ik wel iets wat volgens mij wel lastig is. Ja. De omroep RTV Dordrecht, wat betekent die voor kijkers? Luisteraars? Oh, goed, ja. En jij wil dat ik daar nu even een gedichtje over ga schrijven? Ja, het is op verzoek. En ik denk dat het toch wel een mooi moment. Ja, het is een mooi moment. Maar ze hebben er wel meteen voor het blok, hè? Ja, dat ben je toch wel gewend, of ja, niet? Ja, dat is waar. Dat is waar. Even denken. Heb je een paar minuten? We hebben een paar minuten. Dan ga jij even schrijven. Ja. Ja? Ja, is goed. Dan. Geschreven. Wat nieuw is, is nooit ver van hier. Je hoort van vriend, van buur en man. Je hoort er van liefde en vertier. RTV Dordrecht weet er alles van. Nou, we weten echt alles. Wat is jouw naam? Judith van Lierop. Doe jij dit al heel lang zo? Zo ter plekke, eigenlijk pas sinds mei.
En dat is een beetje ontstaan toen ik gevraagd werd om voor een campagne te gaan schrijven. En toen ook ter plekke in de winkel gedichtjes te schrijven voor de klanten. En toen is dat ontstaan. En langzamerhand zijn er meer mensen gekomen die dat graag wilden. En zo zit ik ook hier. We hebben een rondje gemaakt door de Dordtse Cultuurnacht. We zijn begonnen in het Onderwijsmuseum. We zijn vervolgens bij Kunstmin beland. We zijn bij het Energiehuis beland. We zijn bij Door beland. We hebben heel veel gezien. En we kunnen alleen maar de conclusie trekken. Het leeft in Dordrecht. De Dordtse cultuur is een opwaartse gang. Want als we het vergelijken met vorig jaar, kunnen we alleen maar concluderen. Het leeft. En bent u niet geweest, volgend jaar zeker gaan. Want het is voor iedereen. En voor iedere smaak is er wat. Doen!